Hartelijk welkom. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering van Dubieuze Dingen Onderweg. Deel 4 alweer, mensen. Als je dit wil blijven volgen, je weet wat je moet doen. Hè? Even op abonneren drukken en op het belletje hoef je niets te missen. Ik had klachten gekregen over mijn haar. Dat was te lang, zag er niet uit. Dus ik ben even bij de kapper geweest. Speciaal voor jou, Harry, want jij klaagde daarover. Wat gaan we doen deze aflevering? Nou, weer heel veel dubieuze dingen weer meegemaakt afgelopen week. Een ingezonden stukje van Jasper weer. En ja, kijk zelf maar eigenlijk. We rijden hier op de A4. Achter een auto met een aanhanger. En op zich is dat niet geks natuurlijk. Maar ik had eens goed naar die aanhanger gekeken. En ja, daar zie je dat linkerwiel toch wel behoorlijk aan de scheve kant is. Die heeft dan aardig zwaar vrachtje te verduren gehad, zo te zien. En ja, zo krijg je dat, hè. Hier rijden we achter de vrachtwagen en links wordt die vrachtwagen gepasseerd door een wit busje. En daarachter nog een persoon uit de achteraan. Nou heeft dat witte busje aan de voorkant voldoende ruimte om ja, gas te geven en die persoon uit de achteren ook nog voor te laten voor die vrachtwagen. Maar hij denkt, nou, weet je wat, ga jij dan toch maar lekker achter die vrachtwagen zitten. Bekijk het maar. Daar heb ik even een close-upje van gemaakt om te laten zien dat we toch heel veel ruimte hadden daar eigenlijk. Kijk, de vrachtwagen. Nou, we moeten kijken. Het verkeer daar, dat rijdt aardig door. Dus ja, als hij een klein beetje gas geeft, is hij er zo voorbij. Maar hij denkt, nee, ik ga hem geen gas geven. Ik ga er gewoon strak voor zitten. En jij gaat er maar strak achter zitten. Ik zou zeggen, hele strakke actie. Hier rijden we op de A2 en er komt in invoerend verkeer. Dat heeft op de zwarte auto hier gelijk rechts naast ons. Die wij zeg maar nu passeren. En dan zou je denken van nou, hè, die laat zich passeren. Gaat achter ons verder invoegen. En nou ja, dat zou ik wel denken natuurlijk met zo'n snelheid. Maar toen dacht hij toch van nee, ik ga er dan toch nog eventjes voor. En dat werd ik bijna een snijende beweging. Dan toch maar een stukje over de vluchtstrook. En dan toch nog eventjes ervoor. Want stel je voor dat je achter een vrachtwagen komt te zitten. Dat moet je natuurlijk niet hebben. Hier rijden we op de welbekende N207 bij de N11, waar het eigenlijk altijd wel een beetje bal is. En deze, dat doet asociaal meneer. Gewoon snijden. Vrachtwagenchauffeurs kunnen er ook wat van. Let op de ruimte voor hem, hè. Alle ruimte. Hij hoeft eigenlijk nergens tussen en dan toch maar even vlak ervoor. Ja, ik vind het niet zo chic hoor. Ik bedoel, er is niks aan de hand, maar het is niet zo chic. Je hebt ruimte zat. Hier rijden we onder een viaduct door en opeens hoorde ik een klap. Let maar op, komt-ie. Toen dacht ik dat dat bij mij vandaan kwam, maar dat was dus niet zo. Dus even een close-upje gemaakt, daar komt de vrachtwagen en daar komt ook nog een stenenwagen aangereden, die ja. Ja, en toen had ik gelost en toen reed ik terug. En daar stond de stenenwagen, inderdaad. Met pech, hij was het dus. Opgeblazen ballig was het. Ja, ben je niet zo moedig aan het rijden en dan wil je gewoon ja, lekker doorrijden. Ligt er bij zijn boom op de weg. Omgewaaid. Nee hoor, ze waren gewoon lekker aan het zagen daar en dachten van, weet je wat, we laten die boom even liggen, want we hebben even wat anders te doen. Ja, dat duurde toch eventjes. Nu kwam er toch een grijpertje aan die boom weghaalde en er werd de boel aangeveegd, dat ik toch mijn weg weer kon vervolgen. Geeft niet, die jongens zijn ook gewoon lekker de werk. Dit is een dubieuze actie op de A4, ter hoogte van Schiphol. Brugrestaurant. Daar is een Poolse meneer en die wil naar rechts. Je hebt ongeveer 2 kilometer lang om in en uit te voegen daar. Maar het moest eigenlijk gelijk hier. Dus we gaan even boven op de rem staan om ertussen te kunnen. We hebben een close-upje van gemaakt. Dan kun je zien wat er met de snelheid gebeurt. Want ik rijd namelijk gewoon netjes 80 km per uur. Kijk, heb ik een close-upje. 79, zie je 80. Ja, en niks aan de hand. Totdat, ja... De meneer met de witte kentekenplaat van de personenauto daar voor ons besloot dat hij hier achter die auto naar rechts wilde en opeens op zijn rem ging staan en dan rij je opeens nummer 68. Ja, dat is op de snelweg niet echt handig. Zeker niet in de spits. Ik weet niet hoe jij je rijbewijs hebt gehaald, maar gekocht zeker, hè? Over dubieuze dingen. In de afdeling dubieus parkeren. Staat hier een auto wel heel erg dubieus geparkeerd, gewoon op de punt. Ja, apart. Het was een Italiaanse auto, bleek achteraf dat er een beetje schade aan zat. Dit is ook wel weer leuk op de N207. Net even na het rotondetje. Bij Nieuwkoop. Invoerend verkeer, allemaal niks aan de hand hoor. Gaat helemaal vlekkeloos en helemaal strak. En die moesten er eventjes tussen. Ja, hartstikke goed joh. Dat je niet even bijna op de vangrail zet. Lekker hoor, kijk, even een close-upje gedaan. Dit gaat allemaal netjes, die gaat allemaal nog goed.
Ja. Je moet en zal er toch even tussenduiken nog, hè? Want anders heb je best kans dat je... Ja. Kijk die. Ja, je maakt wat mee zo onderweg, hè? Heb jij nou ook wat meegemaakt onderweg? Heb je dat gefilmd en wil je dat laten zien? Stuur het dan naar Ik heb ook wat meegemaakt onderweg en wil dat graag met je delen at minitrans.nl. Er komt nu eventjes in beeld ook. Jasper heeft dat ook gedaan en die ga je nu zien. Ja, Jasper, dankjewel voor je inzending weer. Hier staan twee buitenlandse chauffeurs lekker te pauzeren. Op een plaats wat helemaal niet mag. Kijk, je ziet het aan de witte kentekenplaten. En ja, we hebben het ons eerder gezegd in een eerdere uitzending. Zij schijnen dat te mogen en worden er ook kennelijk niet voor bekeurd op de een of andere manier. Het is wel levensgevaarlijk hoor, want als je in de mist inderdaad van een parkeerplaats afrijdt, dan zou je zomaar tegen zo'n koekenbakker aanrijden. Het is levensgevaarlijk. Dankjewel voor je inzending, Jasper. En de volgende keer even steady shot graag en landscape filmen in plaats van portret. Hoe dat werkt, google dat maar eventjes. Dit is ook een leuke actie. We gaan hier invoegen vanaf de N11 bij de A4. En die witte auto, let eventjes op die witte auto voor ons, wat die gaat doen. Die gaat de mensen voor hem geen ruimte geven. Die denkt, nee, ik ben aan de beurt, dacht ik zo. En ik ga nu gelijk links voorbij. Ik ga die persoon uit de links voorbij. En dan ook nog die vrachtwagen van links voorbij. En daarna mogen jullie eens een keertje invoegen. Nou, vind ik best asociaal eigenlijk. Ik. En de rest kan? Juist, stinken. Dus even kijken wat we hier hebben. We krijgen hier een strak kunstje invoegen. Nou is het hier ook wel een ritsgebied, maar aan de andere kant, ja, het is hier best wel druk. Met de vrachtwagen staan niet zomaar even stil. Ik zal een volle bak, mag ik wel zeggen. En de auto links van mij gaf totaal geen richting aan. Dat kun je nu slecht zien, maar je ziet inderdaad ook aan de zijkant geen knipperende bewegingen. En ik denk van, nou, ik prop hem er toch maar even lekker tussen. Hey, ik vind best dat je rits, maar geef wel even richting aan, weet je. Dan weet ik of ik moet gaan remmen, ja. Want voor hetzelfde geld wil je nog één autootje opschuiven. In die zin dus redelijk dubieus te noemen. Maar goed, het ging allemaal weer goed. Gelukkig maar. En deze rijdt zeg maar niet echt door zometeen. Het is rood. Nog steeds rood. En hij wordt zo groen, ja. Tjonge, jonge. Wat ben je dan aan het doen, hè? Ja, we zijn weer bij die N11 op de N207. En uit de links die, ja... Foutje. Ik moest eigenlijk toch naar rechts in plaats van links. Zie je wel veel hier, hè? Dit is ook wel een leuke, want je kon niet helemaal goed zien. Maar het stoplicht ging op rood en eigenlijk gelijk op groen. Maar degene die dus vooraan stond, die dacht van, kijk even lekker in mijn telefoon gaan zitten. Let op, close-up. Rood. Groen, rij je maar. Niet. Nee hoor, lekker afremmen. Man. Dat is echt eentje voor de irritatie top 5 hoor. Met stip op nummer 2 of nummer 1, want ach, wat vervelend is dat zeg. Let gewoon op. Ja, ik kon niet helemaal goed zien, hè? Maar er hing wat los. Je mist een paar lantaarnpalen. Kijk, hier, de lantaarnpaaltjes zijn er allemaal. En even kijken, hier mist er al eentje. Hier mist al een lampje. En ja, het waaide nogal die dag. En daar hangt het lampje los. Ja, maar je zal hem even boven op je voorruit krijgen, zeg. Hey, hartstikke lekker. Zo, even wachten. Hij is groen. Rij je maar. Oh. Rij je, ezel! Echt, hè? Kijk, gaan we twee banen linksaf, zoals je ziet. En, wat gebeurt daar nou? Er duikt er eentje. Die naar rechts wilde. Rechts voor gesorteerd stond. Over de busbaan. Naar de linkerbaan en dan echt helemaal opschuiven. Prachtig, strakke actie hoor. Eens even kijken, wat hebben we hier? Hé, die toeterde een klein beetje. Ik weet niet of ik het goed kon horen, ik denk het niet. Maar er stak ook nog iets uit het raam. Eens even kijken.
Ja, die man die dacht dat ik niet goed in mijn baan zat, maar ik ging hier eigenlijk al voor sorteren om rechtdoor te gaan. En dat moet je op tijd doen, anders kom je er niet meer tussen. Maar hij was het daar niet zo heel erg mee eens, volgens mij. En ja hoor, ik zie er echt een middelvingertje uit het raam komen. Dankjewel, ik hou ook van jou. Vast een fan, denk ik, van dit programma. Dubieus dingen onderweg. Nou ja, je kunt wel raden wat hier gebeurt natuurlijk, hè. Er gaat er vast eentje weer verkeerd voor gesorteerd staan. En eens even kijken welke zal het zijn. Ja, die zwarte auto. Die denkt, nou, ik ga dan toch maar eigenlijk door rood, rechtdoor. Dat was hem weer voor deze week. Leuk dat je hebt gekeken, dankjewel. Heb je de vorige 3 afleveringen gemist? Klik dan even op de link die hierboven verschijnt. Dan krijg je de hele afspeellijst te zien. Wij gaan op naar deel 5 alweer. Vergeet niet om op abonneren te drukken. En dan zie ik je graag volgende week weer voor een nieuwe aflevering van Dubieuze Dingen Onderweg. Toedeledokie!